Goedenavond, wij zijn hier vanavond in de Buddingenhof, want er is vanavond een dialoogbijeenkomst over de verkeerssituatie hier op Blijdenstein. Bij mij staat Pieter de Groot en Anneke Assink, die leiden vanavond de avond. Wat is eigenlijk de bedoeling vanavond? Ontsluiting Blijdenstein, dat hebben we allemaal gelezen. Er is €50.000 beschikbaar gesteld door de raad om dat te onderzoeken. En vanavond kunnen de bewoners daar... laat ik maar zeggen, op gaan schieten. Ja, zo kan je het eigenlijk wel zeggen. Vanavond komen we eigenlijk om informatie op te halen hier in Ruinewold te plaatsen. Dus dat is wel mooi natuurlijk. Hè? Dat we gaan als raad gaan we naar Ruinewold toe in dit geval. Om te horen van wat daar leeft. Hoe denken de mensen over wat er allemaal geschreven en geroepen wordt. Van hoe denken de mensen zelf over de ontsluiting van de hoge akkers, de nieuwbouw. Maar ook nog een fietspad wat eraan zit te komen. En dan de verkeerssituatie in Blijdenstein. Hoe denken zij erover? En nou ja, hoe zien zij een oplossing? Of zeggen ze van, nou, we vinden het helemaal goed zo. Wat maken jullie je druk, gemeenteraad? Want die ontsluiting moet er komen. Want er komt een nieuw bedrijvenpark hier in Ruinewold. Een lang gekoesterde mens. Die wordt nu gehonoreerd door de raad. En ja, en nu komen de mensen van, ja, hoe wordt die verkeersontsluiting? En dat is de bedoeling voor vanavond, denk ik. Ja, precies. Idealiter hadden we dat natuurlijk tegelijkertijd gedaan. Vorige week hebben we het bestemmingsplan Hoge Akkers vastgesteld. Omwille van de tijd is dat eerder vastgesteld. Maar moeten we nu heel snel aan de slag met de discussie over hoe ontsluit je dit op een verkeersveilige en duurzame manier. En daar willen we vanavond heel graag input over ophalen. Zodat we ook de volgende stap kunnen zetten naar verkeersveiligheid in Ruinewold. Ja, want ik las dus in de krant dat mensen al reageerden. Ja, het bestemmingsplan is goedgekeurd en er is helemaal nog geen verkeersplan. Ik klopt. De situatie is natuurlijk ook wel wat gewijzigd. Dat klopt. Vorige week hebben we het in de raad ook over gehad. Als je zo'n uitbreiding doet op de hoge akkers, dan heeft dat consequenties voor Blijdenstein. En zo ook dus met de woningbouw die aanstaande is op Kerkweg Zuid. Dus ja, het is belangrijk om wel oog te houden voor hoe we dat zeg maar, nu vorm gaan geven. Maar een extra ontsluiting naar de zuidelijke kant toe, dat is zeker een wens. En een wens van de omwonenden en de aanwonenden, maar zeker ook een wens van de raad. Maar we gaan vanavond gaan we het horen ook hoe de inwoners zelf in Ruinewold erover denken. Want de situatie zoals die nu is gewoon veel te druk. Mocht er nog een bedrijventerrein bijkomen, ja, dat gaat niet meer samen, denk ik. Nee, de situatie wordt nu in ieder geval door een aantal mensen als onveilig of onwenselijk ervaren. En natuurlijk zit er altijd wat subjectiviteit in. Hè. Je kunt metingen doen en zeggen het valt nog wel binnen de norm. Maar mensen ervaren het als druk. Nou, en dan in combinatie met 125 woningen en een bedrijventerrein op een toch wel smalle weg. Nou, dat noopt wel tot nadenken. En dus nadenken wat daar een betere oplossing voor kan zijn. Wat verwachten jullie vanavond? Nou, eigenlijk verwacht ik. Ik hoop in ieder geval op een hele constructieve avond. Dat mensen meedenken en ook na willen denken dus over. Dat zullen ze vast wel gedaan hebben. Maar na willen denken over van hoe ze dat zien. Hoe zien ze de oplossing zeg maar, om het zo verkeersveilig mogelijk te maken in Blijdenstein. En op welke wijze? Nou, ze mogen vanavond zelf aan de slag. Dus het wordt ook nog eens interactief. De raad staat open voor alle suggesties. We staan open voor alle suggesties. Waarbij we natuurlijk wel meegeven aan mensen, denk na over wat haalbaar is en uitvoerbaar, ook binnen een redelijke termijn. Alles kan in theorie, maar iedereen wil ook graag een snelle oplossing. Dus laten we ook kijken wat het makkelijkst uitvoerbaar is. Maar het initiatief ligt bij de inwoners. Laat je creativiteit de vrije loop en laten we dan kijken van... Goh, als we kijken naar haalbaarheidscriteria, wat ligt het meest voor de hand om verder uit te werken? Ja, want als er al een plan komt, je bent ook afhankelijk natuurlijk van andere mensen die zeg maar, aan die andere kant die ontsluiting, als die daar zou komen. Je bedoelt aan de noordzijde, op Haaksvold. Ja, zeker. Nou, die is samen met het bedrijf, de uitbreiding, is die meegenomen. Alleen aan de zuidelijke kant ontbrak die nog. Dus juist de reden om juist richting Blijdenstein te kijken van hoe we dat op gaan lossen. En dat horen we graag vanavond. Bij me staat Henk van Netten. Hij is woordvoerder van het burgerinitiatief Blijdenstein. Klopt. Jullie hebben een burgerinitiatief aangeboden aan de raad. Wat houdt dat in? Op een gegeven moment zijn we het helemaal zat. Hoe hard er gereden wordt, hoe druk het is, hoe vol het is. Wij wonen er al 30 jaar in Blijdenstein. De overbuurman is er geboren. Dus we kennen de buurt goed. En het is alleen maar heel veel drukker geworden. En als je dan hoort dat het bedrijventerrein wordt uitgebreid, nou, dat is verder prima.
Maar dan weet je dat er dus nog veel meer auto's gaan komen. Het wordt nog drukker, nog gevaarlijker. Dus toen was het van, daar moet wat aan gebeuren. En dan blijkt dat je daar minstens 25 handtekeningen voor nodig hebt. Dus we hebben een beetje verder gevraagd dan Blijdenstein. Want ja, we hebben geen 25 mensen. En binnen de kortste keren waren er die 25 handtekeningen. En dan vraag je dus om maatregelen om iets te doen aan het verkeer door Blijdenstein. Jullie hadden al maatregelen gevraagd voordat die uitbreiding kwam, hè? Ja, voordat de uitbreiding rond was. Ja. Maar dat plan voor de uitbreiding speelt ook al jaren. Dus je weet dat het eraan gaat komen. En we zien dat er geen ontsluiting is naar het zuiden. Dus dan trek je aan de bel van jongens, alles wordt van de N375 richting het dorp geleid. Of naar het bedrijventerrein. Nou, alles gaat door Blijdenstein. Ja. En er is wel een ontsluiting naar Haakswold gepland. Maar dat neemt helemaal geen verkeer weg. Want het verkeer wordt geleid via de N375. Ja. En ja, je zegt natuurlijk ook, het is smal. Geen fietspad. Het is geen fietspad. Er wordt heel veel gebruik van gemaakt door fietsers. Er wordt vooral in de zomer, ook scholieren natuurlijk, maar vooral in de zomer wordt er veel gefietst. En mijn buurman heeft regelmatig gezien, dan komt er een enthousiaste fietser vanuit het dorp, toerist, ziet die kerk, kijkt links, gaat ook meteen een beetje naar links, maar zo werkt het als je fietst. En nou, probeer dan maar eens een auto te ontwijken die er net langs jaagt met zelden 50 km per uur. Ja. Wat verwachten jullie van vanavond? Wij verwachten brede steun. Van de raad hebben we die steun al. Elk raadslid heeft donderdag uitgesproken dat er iets moet gebeuren. En uit de buurt verwachten wij dat eigenlijk ook, uit de wijdere buurt. En ook mensen van het bedrijventerrein nemen wij aan dat ze veel liever een recht door recht aan ontsluiting hebben dan dat ze met vrachtwagens en busjes door Blijdenstein moeten kronkelen. Ja. Want het ene en het andere, dat bijt elkaar nu. Want Ruinewolde wil graag uitbreiding van het bedrijventerrein. Ja. Betekent meer verkeer. En jullie willen graag een veilige verbinding. Ja, dus dat past naadloos bij elkaar. Als die verbinding om Blijdenstein heen gaat. En dat kan makkelijk. Je kunt vanaf de brug van de Wolde A, zeg maar, recht door naar het bedrijventerrein een weg aanleggen. Dan heb je een veilige ontsluiting voor ons. Maar ook een snelle ontsluiting voor het bedrijventerrein. Ja. En als het besloten wordt om die zuidelijke ontsluiting te maken, dan hoop je natuurlijk ook dat de eigenaren van de gronden mee willen werken. Er is eigenlijk maar één eigenaar en die wil meewerken. Dat hebben jullie al onderzocht? Dat weten wij al en dat heeft de wethouder ook al verteld. De wethouder is in december bij ons thuis geweest, bij de buurt. En heeft daar verteld dat zij het als bedoeling heeft dat er in de 2 jaar dat er gebouwd gaat worden voor de uitbreiding, ondertussen ook gewerkt gaat worden aan een structurele oplossing. Dat hebben we zwart op wit. We zullen afwachten wat het vanavond gaat worden. Er zijn al heel veel mensen hier. Het leeft behoorlijk, denk ik. Kan ik me voorstellen. Want iedereen die er wel eens langskomt weet dat het echt bloedje link is. En dat, ja, ja. Vooral met die twee bochten erin, hè? Ja, en er zijn alleen maar kleine aanrijdingjes tot nog toe geweest. Uit al die 30 jaar dat wij er wonen is er 1 keer een dodelijk ongeluk geweest en 1 keer iemand echt aangereden. En de rest zijn blikschade en auto in de sloot. Dus het valt mee. Ja, maar elke dode is natuurlijk 1 te veel. Nou, en sowieso, het is gewoon constant uitkijken. Als ik de krant naar de buren wil brengen, naar de overkant, nou, dan moet ik gewoon echt staan te kijken van wie komt er nu aan en kan ik nu veilig oversteken. Ja, en als die uitbreiding, die komt er in het bedrijf heen, dan wordt het vrachtverkeer, die wordt zeker groter. Ja, maar ook persoonauto's. En wat dacht je van busjes? Dus wat ons betreft komt er een knip bij het kerkhof. En dan alle gemotoriseerde verkeer via de Nieuwe Weg. En fietsverkeer bij ons langs. En dan kun je van het historische Blijdenstein ook weer een mooi plekje maken. Ja. Zoals het hoort. Dan heb je een mooie entree voor fietsers van het dorp. Ja. Nou, we zullen afwachten hoe het gaat lopen vanavond. En ik hoop dat er een snelle oplossing komt. Want ja, dan kunnen ze ook beginnen. Want het moet geen jaren gaan duren. Hè? Nee, wij zijn ook niet tegen het bedrijventerrein. We houden ook niks tegen. Zeker niet omdat zowel de wethouder als de raadsleden gezegd hebben dat ze in principe voor zo'n omweg zijn. Nou, dan is er niks wat bedrijventerrein tegenhoudt. Breid maar uit. Alleen dan wel graag alle verkeer buitenom. Recht vooruit zie je al waar de toekomstige ontwikkelingen plaats zouden gaan vinden. Links zie je al de eerste bebouwing van het bedrijventerrein opdoemen. Dus
hier ergens zou de heer Van Netten dan een knip willen hebben. Maar de vraag is of u dat ook wil. Dat gezegd hebben, dan komen we eigenlijk uit bij hoe speciaal het is dat we dit soort avonden organiseren. In de Wolden noemen we dat drie de Wolden. En dat heeft mee te maken dat eerder was dat altijd het geval. Er was er een plan, dat werd uitgewerkt door de gemeente. Financiële onderbouwing, mooie tekeningen gemaakt. En als het uiteindelijk allemaal klaar was in Kannen Kruiken, dan gingen we naar de dorpen of de plek toe waar het gerealiseerd zou worden. En zeiden we, nou, dit is het plan. Jullie vinden daar ook nog wat van. Nou, dan wordt het al lastig, wordt het dan, hè? Dus we hebben nu, een aantal jaren geleden, besloten van, we gaan dat anders doen. We gaan vooraf, voordat er een plan is, gaan we kijken van, nou, wat vinden de inwoners daar nou van? En daarmee heb je dus opgebouwd in drie stukken. Je hebt dialoog, debat en de besluitvorming, de decision. Dus eigenlijk drie de Wolden, drie D's. Dialoogbijeenkomst is vanavond. Eigenlijk ontstaan naar aanleiding van het burgerinitiatief. Maar daar gaat Anneke straks meer over vertellen en ook in gesprek mee. En dus gaan we naar de mensen toe om te horen van hoe denken jullie nu over deze nou ja, oplossingen of mogelijke oplossingen of wat willen jullie zeg maar met het gebied rondom Blijdenstein. Daarnaast gaan we dan de informatie nemen we mee in het debat wat in de raad gevoerd gaat worden. En dan komen de inbreng van deze avond wordt daarin meegenomen. En uiteindelijk komen we dan terecht bij het besluit en daar komt dan eigenlijk een voorstel waar we dan een besluit over gaan nemen, maar wel met de inbreng vanuit zowel het debat als de dialoogbijeenkomst, zodat het ja, een breder gedragen oplossing wordt gevonden. Ja, en dat brengt me eigenlijk bij deze avond dus. De verkeerssituatie in Blijdenstein. Eigenlijk al aangegeven door de werkgroep die dat onder de aandacht wilde brengen. Door een burgerinitiatief. En als raad hebben we dat eigenlijk omarmd. We hebben gezegd, nou oké, dat vinden we belangrijk. Maar er speelt meer op die plek. Er speelt meer voor Blijdenstein. Er speelt meer voor de Kerkweg. We hebben te maken met, zoals ik net al noemde, de uitbreiding van de woningbouw, Kerkweg Zuid. We hebben te maken met uitbreiding van de Hoge Akker. Vorige week is er nog een besluit overgenomen in de raad, dat uiteindelijk door mag gaan. Maar ook een fietspad zat al jaren in de pen. Daar weet Dorpsbelangen wel van. Dat zou nog steeds gerealiseerd worden. Maar dus ook met name de verkeerssituatie, de onveilige verkeerssituatie, zoals die ervaren wordt in Blijdenstein. Nou, die vier dingen die worden gecombineerd nu. En de aftrap is eigenlijk vanavond met deze dialoogbijeenkomst. Het doel is dan ook eigenlijk van hoe realiseren we een toekomstbestendige, verkeersveilige oplossing voor alle weggebruikers in Blijdenstein. En oplossingen hiervoor, de meest geschikte opties hiervoor vinden. En daarmee houdt het voor mij een beetje op deze avond. In zoverre van, ik wil jullie nu aan. Ik wil vragen van wie vindt er dat er eigenlijk iets gedaan moet worden aan de verkeerssituatie in Blijdenstein? Wie mag het groene kaartje doen? En wie vindt eigenlijk van, nou, waar maken ze zich druk om? Ik bedoel, hartstikke mooi doorrit. Je mag het rode kaartje in de lucht doen. Zouden jullie eens even de kaartjes omhoog willen doen? Weinig kritische geluiden. Nou, dat wordt een appeltje eitje. Ik zie alleen maar groene. En dat maakt het misschien wat eenvoudiger. Alhoewel alle mogelijkheden die nog komen, dat zullen we wel zien. Ik wil nu het woord overgeven aan Anneke en zij gaat jullie verder meenemen in deze avond. Hoe die eruit komt te zien en hoe we daar verder mee omgaan. Ga je gang. Dankjewel Pieter. Hoe gaan we de avond aanpakken? Zoals Pieter al zei, we willen eerst even de aandacht geven aan wat is de achtergrond van het burgerinitiatief. Om even een terugblik te geven, waarom is dat ooit van start gegaan? Waar staan we nu? En wat zijn de verwachtingen vanuit het burgerinitiatief? Daarover zullen we in gesprek gaan met de heer Henk van Netten. En dan hebben we een brainstormsessie gepland. En dat betekent dat u zelf aan de slag kunt gaan. We gaan
kaarten uitreiken aan alle groepen hier in de zaal. De kaart van Ruinewold, waarop u zelf eigenlijk uw creativiteit de vrije loop kunt laten om in te tekenen hoe u de verkeerssituatie in Blijdenstein opgelost zou willen zien. Gelijk misschien een opmerking daarbij. Ik zei de creativiteit de vrije loop laten. Wat we u ook vragen is om in het achterhoofd te houden, wat zou een uitvoerbare oplossing zijn, zowel in de tijd als in de techniek. Dus neem dat ook mee in uw gedachtenvorming. En zet dat op op de kaart. Overleg daarmee in uw groep. En dan gaan we na de pauze het projecteren hier op het scherm. Dan zal ook Touw een toelichting geven. Touw is een advies- en ingenieursbureau. Er zijn twee experts aanwezig namens Touw vanavond. En die hebben wij gevraagd om ook eens hun blik te werpen op de verkeerssituatie in Ruinewold. Niet om een uitkomst te sturen of om al bepaalde alternatieven voor te leggen, maar om eigenlijk u mee te nemen in wat zijn nou de overwegingen als je dit soort infrastructurele projecten wilt doen. Waar kijken zij naar? En we willen graag hun toelichting op jullie voorstellen. Om uiteindelijk aan het eind van de avond te proberen een conclusie te trekken. Welke alternatieven liggen voor? En kunnen wel iets zeggen over wat de meest voor de hand liggen of de meest uitvoerbare zijn. Zodat we dat uiteindelijk mee kunnen nemen in een voorstel aan de raad. Dan even huishoudelijk. Er is ook voorzien in een pauze. Dat is iets na 8:30 voorzien. We zijn met een hele grote groep, dus het is de bedoeling om even zelf naar de bar te lopen om koffie te halen. En het verzoek van de barkeeper is om dat niet en masse te doen, maar een beetje gedoseerd, zodat ze dat werk aankunnen. En u mag uw consumptie mee terugnemen in de zaal. Dan dat gezegd hebben, dan wil ik graag de toelichting van het burgerinitiatief doen en meneer Van Netten vragen om naar voren te komen. Ja, dankjewel. Ik moet zo verstaan dat iedereen mij, of tenminste ik iedereen kan zien. Ja. En jou. Ja. Dank voor uw komst en voor uw bereidheid om het burgerinitiatief toe te lichten. Als een van de woordvoerders, mag ik wel zeggen, van het burgerinitiatief en een van de indieners. Zouden we eigenlijk benieuwd zijn om even terug te kijken met u. Wat was nou in de tijd de directe aanleiding voor de initiatiefnemers van het burgerinitiatief om dit voorstel bij de raad in te dienen? Ik hoop niet dat je het erg vindt dat ik het op papier gezet heb van tevoren. Dan kun je tenminste met de buurt overleggen dat je echt namens de buurt spreekt. Al was het maar dat om een van de andere woordvoerders op het ogenblik in Litouwen zit. Maar dat communiceert niet zo makkelijk rechtstreeks. Wij wonen al bijna 30 jaar op Blijdenstein. En in die tijd hebben we het steeds drukker zien worden. Al in de vorige eeuw hebben wij samen met de Kerkweg actie ondernomen vanwege de komst van de Hoge Akkers. Moet je nagaan. Toen is er heel veel verbeterd en dat leek toen maximaal haalbaar. Later werden de ANWB-borden bij de A32 veranderd, zodat het verkeer niet meer via Haakswold naar het dorp ging, maar alles via Blijdenstein geleid werd. Dat hebben we geweten. Dagelijks ringen een paar duizend auto's en vrachtauto's zich door het bochtige stukje vlak langs de huizen. En het grootste deel van die personenauto's rijdt ook nog eens een keer te hard. En het is voor fietsers en wandelaars echt gevaarlijk. De straat oversteken om even bij de buren de krant te brengen, dat is op het moment een uitdaging op eigen risico. Nou, als dan de Hoge Akkers wordt uitgebreid, dan is dat een directe aanleiding geweest om in actie te komen. De verkeerssituatie is nu al te gevaarlijk. En nou ja, er komen er nog een slordige 1000 auto's of motorvoertuigen. Komen erbij per dag. Dus wij ervaren dat dagelijks. Lastig is zo'n radio. Wij ervaren dat dagelijks, maar eigenlijk heel veel inwoners in Ruinewold komen er dagelijks langs. En met de fiets is het echt geen pretje. Dus het is ook niet alleen door ons ingediend, maar er zijn allerlei bewoners uit Ruinewold die meteen meegetekend hebben. De uitbreiding van Hoge Akkers vinden wij best een goede zaak voor het dorp. Maar intussen moet je zuinig zijn op dat mooie stukje historisch Ruinewold.
Dat heeft ook Dorpsbelangen gezegd. Dat hebben eigenlijk alle raadsleden vorige week donderdag beklemtoond. Dus vandaar. Dank u wel. In november 2021 is het burgerinitiatief ingediend. Is in december inderdaad geweest. Wat is er in de tussentijd tussen toen en vandaag bereikt volgens u? Nou, eigenlijk niks structureels. Er is geen veilige ontsluiting gekomen. En zeker niet een ontsluiting tegelijkertijd met de uitbreiding van de Hoge Akkers. Wat wij graag wilden, dat lijkt me voor de bedrijven fijn en voor ons fijn. Dat is niet gelukt. We hebben wel een hele hoop aandacht gekregen. En een hoop begrip van alle kanten. En unanieme steun van de gemeenteraad. Van heel veel bewoners en van andere betrokkenen om een veilige ontsluiting te krijgen. En we hebben twee matrixborden. En als u dat in oogenschouw neemt, hoe beoordeelt u het participatietraject dusver en de samenwerking met de raad, met de gemeente? Nou, heel veel begrip en ook bereid om tijdelijke maatregelen te nemen. Ik denk dat heel veel mensen het nog weten, van er lag nog ergens een drempel bij de gemeente en die werd heel snel geplaatst. Hij bleek niet geschikt en wij als bewoners werden er na één nacht ook gek van. En er kwamen andere klachten. Toen werd hij ook weer heel snel verwijderd. Dus adequaat reageren, absoluut. Daarna werden de matrixborden ook heel snel gezet. En als wij melden dat de batterij leeg is, wat af en toe gebeurt, dan wordt die ook acuut weer vervangen. Gaat goed. De communicatie met de ambtenaren en met de wethouders, zowel de huidige als de vorige, dat gaat echt soepel. Beiden zijn al bij ons aan huis geweest om met de buurt te praten. Raadsleden erkennen de problematiek, hebben geld vrijgemaakt, hebben deze avond georganiseerd. Beloven afgelopen donderdag allemaal de vaart erin te houden. Dus wij zijn ontzettend blij met zo ontzettend veel mensen die kennelijk ook het probleem zien. En nou ja, iedereen wil meedenken hoe we die zuidkant en het bedrijventerrein goed kunnen ontsluiten. En dat je uiteindelijk Blijdenstein weer een plek is waar je als dorp trots op kunt zijn. Ja, dus dat betekent dat de verwachtingen hoog gespannen zijn. Wat zijn uw verwachtingen als uitkomst van deze avond? En hoe ziet u het verdere verloop van het traject voor zich? Vanwege al die steun door de gemeenteraad en bewoners van de Kerkweg en wat we verder horen, gaan wij ervan uit dat er voor de zomer een concreet voorstel ligt voor een nieuwe zuidelijke ontsluiting. Waarbij Blijdenstein ontlast wordt van alle doorgaande gemotoriseerde verkeer. Die ontsluiting kan wat ons betreft bij de brug beginnen. En dan kun je recht op de Hoge Akkers aan. Lijkt me voor de bedrijven fantastisch. Geen bochtjes meer, geen huizen meer, maar gewoon zo naar je werk toe. Blijdenstein is in dat voorstel een fietsverbinding geworden. En dat zou je kunnen regelen met een knip ter hoogte van het kerkhof. En als die ontsluiting dan ook nog tegelijkertijd met de uitbreiding van de Hoge Akkers wordt aangelegd, en in de reactienota van de wethouder staat dat met zoveel woorden, dan krijgt Blijdenstein een behoorlijke last in de komende tijd, 2 jaar, van al het bouwverkeer. En daarna is dat stukje Ruinewold een hele aantrekkelijke binnenkomer voor fietsers. Dank u wel voor het hele concrete antwoord. Dan weten we wat ons te doen staat. Graag gedaan. Hartelijk dank voor uw toelichting. Wat u hier ziet is een kaartje van de omgeving op het grote vlak. Aan de rechterkant hebben we een kaart op, hoe dat verder uitgezoomd van Ruinewold. Die worden zo dadelijk uitgereikt aan u. En aan u de vraag om daar de verkeerssituatie op te gaan tekenen. En waarom u denkt dat dit de beste oplossing is. Bij mij staat Gerrie Hem. Gerrie, je loopt hier ook rond in de dialoogavond vanavond. Klopt. Wat vind je van zo'n avond? Nou, ten eerste, ja, geweldig natuurlijk de opkomst. Hè, de betrokkenheid, ja, volgens mij is Ruinewold daar gewoon goed in, is ontzettend hoog. Ik vind het wel ontzettend mooi hoe iedereen hier heel fanatiek aan het tekenen is om te kijken om tot een oplossing te komen voor de verkeerssituatie in Blijdenstein. Ik heb ook wat moeite waard. Ja, ik heb ook even rondgelopen, maar alle tekeningen zijn een klein beetje anders. Ja, en ik denk dat dat juist de kracht is, want misschien zit overal wel iets sterks in. Je kan alles bij elkaar misschien straks combineren dat je uiteindelijk tot een goed plan komt. Maar iedereen heeft in elk geval de mogelijkheid om nu mee te denken.
Het doet mij denken aan 25 jaar geleden, toen die herindeling op het spel stond. Toen waren ze ook altijd, die zalen waren helemaal vol. Ja. Ja, toen was het, dit is iets anders natuurlijk, maar ook toen, de burgers heeft zich toen ook laten gelden, laat ik maar zo zeggen. Nou ja, en dat zie je nog steeds terug in de Wolder natuurlijk. Het feit hoe we zijn ontstaan, hè, juist vanuit de inwoners zelf en vanuit de bestuurder gewoon zelf. Maar juist samen met die inwoners, dat zie je gewoon nog steeds terug in de Wolder. Als we iets willen, moeten we ook de handen uit de mouwen steken. En dat zie je nu ook, daarom is die opkomst vanavond gewoon groot. En gaan we gewoon, we hebben allemaal iets te zeggen en dat gaan we hier doen. En dat gebeurt gewoon. Ja, want ik weet dat 25 jaar geleden, dat iedereen was blij dat de Wolder ging komen. Ja. En toen de Wolder er was, toen zeiden de mensen, ja, maar hoe nu verder? Ja. Zo bijzonder. Toen hadden mensen twijfel. Maar die twijfel is in 25 jaar helemaal weg, hè? Volgens mij wel. Ja. Volgens mij hebben we heel goed laten zien dat de Wolder bestaansrecht heeft tot en met. Ja. Vooral in het begin de buurgemeentes. De buurgemeentes die hadden, die keken echt met grote ogen naar de Wolden. Ja. Hopende dat het allemaal niet goed ging. En het mooie is, buurgemeentes kijken nu nog steeds naar de Wolden. Maar nu op een heel andere manier. Ja. Juist om te kijken, hoe doen ze dat hier? Ja. Ja. Vind je dat niet bijzonder? Dat is hartstikke bijzonder. Maar dat laat vooral zien dat we dingen op onze eigen manier doen. Ja. Burgerinitiatief is een heel mooi initiatief dat ontstaan is in de Wolden. Klopt. Zeker weten. Ja. Ja. Bij me staat Jan ter Kaarten, burgemeester van Staprost. Jan, jullie zijn hier vanavond met een delegatie Staprost. Om te kijken hoe hier gediscussieerd wordt. Ja, wij hebben een werkgroep lokale democratie. En de raad van Staphorst heeft niet een raadsprogramma, maar een samenlevingsagenda. Dat is een beetje hetzelfde als een raadsprogramma zoals hier in de Wolder. En de gemeenteraad wil ook graag wat meer aan de voorkant van de processen zien te komen. Hè. Dus niet afwachten tot het college een voorstel doet, maar veel meer hoe kunnen wij zelf met de samenleving in gesprek. Dus ook vooral die volksvertegenwoordigende rol oppakken. Nou, het systeem van drie de Wolden is een variant hè, op wat daar, hoe het ook zou kunnen. Nou, en we hebben gezegd van dit is zo dichtbij en dat is een hele mooie avond hier vanavond. Laten we eens gaan kijken hoe ze dat hier doen en wellicht dat we er wat van kunnen leren. Ja. Je was zelf toen een wethouder in de Wolden toen het burgerinitiatief is ontstaan. En dat is echt een succes geworden. Hè? Drie de Wolden is een succes, dat zien we. En niet voor niks dat we hier zijn. Ja. En Hoe willen jullie dat implementeren straks in Staphorst dan? Ongeveer op dezelfde manier? Dat mensen ook ideeën kunnen inbrengen? Ja, daar zijn we nog over in het gesprek, zeg maar. We hebben wel een samenlevingsagenda met een aantal onderwerpen waarvan de raad heeft gezegd, hier willen wij eerst zelf mee aan de slag voordat het college daarmee aan de slag gaat. Nou ja, dat kan dus op een manier zoals deze, maar wellicht dat er ook andere manieren zijn. Maar goed, dat zijn we nu nog aan het inventariseren, hoe we dat gaan doen. Wat we wel zien hier, dat is dat voor een aantal onderwerpen, vooral als het over de fysieke ruimte gaat, hè, dus waar mensen allemaal wel een oordeel over hebben van hier kan en willen, dat dit systeem daar heel erg voor leent. Ja. Ik had dus straks met Gerry Hempelhoven, 25 jaar geleden, stonden we ook bij elkaar. Toen hadden we een ander initiatief, de Wolden. Ja, dat is voorbij gevlogen, Jan, die 25 jaar. Ja. Maar ook daar waren de mensen heel erg bij betrokken. Ja. Mensen betrekken bij de politiek, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, absoluut, dat zien we ook en dat wil Staphorst ook. Maar als je kijkt naar de Wolden, ik denk dat juist, ik bedoel niet negatief, maar het gevecht om de Wolden toch de Wolden te laten worden, dat ook heel veel eenheid in de Wolden heeft gebracht. Ja. En dat daardoor ook wel die spirit is ontstaan, zeg maar. Nou, dat is mooi om ook vanuit het Overijsselse te zien dat het ook gewoon goed gaat met de Wolden. En kostte het veel moeite om het te bedenken met elkaar? Op zich kost het niet heel veel moeite. We zijn inderdaad eerst begonnen op de kaart en dan merk je in het groepje wel dat er ook verschillende belangen zijn. De boeren moeten inderdaad in het gebied nog wel hun melk kwijt kunnen. Het vrachtverkeer moet afgesplitst worden. Toen zijn we op de andere kaart eerst wezen tekenen, het ideaalplaatje. Dat is inderdaad vanaf Meppel het viaduct. Gewoon recht doortrekken. De bestaande rotonde inderdaad skippen. Nieuwe rondonde aanleggen en dan kun je gewoon vanaf Meppel in één streep door naar Ruinewold. Nou ja, goed. We hebben uiteindelijk de gemeentegrens ook proberen te respecteren in het andere plan. Dus vanaf de brug, die toch wel een beetje schuin in de weg ligt, eigenlijk rechtdoor richting de industrie. Waarbij we ook rekening houden dat de boeren nog wat aan de perceel hebben die daar overblijven. Dus dat je geen snippers groen krijgt. Nee, maar ook wel de weg door Blijdenstein niet helemaal afsluiten als fietspad. Het is natuurlijk een oude tolweg vanuit de historie gezien.
Dus het zou ook wel leuk zijn dat hij toch nog iets van een functie overhoudt voor auto's. Maar als je het vrachtverkeer en al het verkeer richting de industrie kunt afsplitsen en de weg wel wat minder toegankelijk maakt voor bestaand verkeer, zou die in onze beleving ook prima als een autoluwe weg nog intact kunnen blijven. Dus ja, dat was eigenlijk de gedachte. En een van de dingen wat voor ons ook wel een aandachtspunt is, met name het fietsverkeer. Ergens krijg je het fietsverkeer wat het autoverkeer ontmoet, richting de weg van de bloemen. Dus ja, daar zul je wel iets met de voorziening moeten. Tunneltje, stoplichten, verzin het maar. Het zou wel het eerste stoplicht in de Wolde worden, volgens mij. Hè? Dus... De primeur is, we hadden de eerste glasvezel hier, dus waarom niet het eerste stoplicht? Dus wat dat betreft, wij zijn niet bang voor eerste dingen. Dus we kwamen inderdaad wel op hetzelfde verhaal uit. Waarbij inderdaad ook het fietsverkeer wel echt een punt van aandacht en zorg zou moeten zijn. Dus in ons groepje hebben we wel gezegd van nou leg een knip inderdaad bij de kerk of het kerkhof. En zorg dat het verkeer van de ene kant met een auto goed bij het kerkhof kan komen en vanaf de andere kant. Maar dat je daar de scheidslijn maakt en dat je het gewone verkeer inderdaad wel over die nieuwe weg zou willen laten lopen. En jouzelf dan zou ik ook nog adviseren om goed te kijken naar het stukje wat over de brug is, het fietsverkeer. Want dat stukje wat over Meppelen rondgebied loopt en dat tot aan de rotonde loopt, ja, dat wordt gewoon ook een veel drukker stukje. En daar is op dit moment geen ruimte voor fietsverkeer. Er staat wel een rode baan op de weg, maar die staat er eigenlijk meer voor de sier dan dat de ruimte er ook echt is. Zeg maar. Dus ik denk dat daar wel aandacht voor zou moeten komen. En dan is voor de rest, ja, of dat dan de weg naar het nieuwe industrieterrein in een rechte lijn loopt of dat daar nog een kronkel in zit, omdat dat beter uitkomt voor deze of geen die daar belang bij heeft. Dat zou ik moeten overleggen met de aanwezigen. Nou, ook hier een heel duidelijk verhaal. En nogmaals de aandacht voor de fietsers die er moet zijn. Alleen bij jullie merk ik wel iets meer, dat je dus wel meer af willen sluiten voor het gedeelte bij Beleidenstein. Dat eigenlijk alleen een fietspad wordt of net als de andere groep. Nou, dat er ook wel enig autoverkeer nog langs kan. Je ziet wel van die wegen waarin de auto ook is toegestaan, zeg maar. Nou, de enige functie dan nog waarom de auto daar zou moeten rijden is om inderdaad om het kerkhof en het kerkje te bereiken. Als dat de enige is, zeg maar, dan heb je niet heel veel ruimte nodig, denk ik. En dan zou je met een fietspad waarop ook de auto welkom is in een geval van nodig zijn. Maar het wordt geen doorgaande weg. En met een doorgaande weg, als er mogelijkheid is om er langs te rijden, dan gaan mensen er ook gebruik van maken, ben ik bang. En het is er daar gewoon niet echt op ingericht op het huidige verkeer. Het was vroeger een tolweg inderdaad, maar dat was met hele andere verkeersmiddelen dan dat nu aan de orde is. En een zandweg hoor ik hier ergens in de zaal. Precies, ja. Dus ik denk dat je wat dat betreft echt moet kiezen. Als je dan gaat, leg dan ook echt een fatsoenlijke weg aan. Zorg dat je een goede weg hebt naar het nieuwe industrieterrein. En zorg dat er goed verkeer overheen kan in alle vormen die er nu zijn. We hadden eigenlijk begonnen we met het idee om wat groots. Echt een situatie te creëren waar je over 30 jaar nog plezier aan beleeft. En dat was eigenlijk het idee om die rotonde die we nu hebben daar, om die te verplaatsen richting Meppel. En dan net waar je het viaduct hebt van de trein, zal ik maar zeggen, om daar een nieuwe rotonde te maken en de oude rotonde weg te halen. En vanaf die rotonde de steek maken naar het nieuwe industrieterrein. En als dat heel erg lang zou duren, want dat zou natuurlijk kunnen, omdat je met de provincie en met anderen, waarschijnlijk met Meppel te maken hebt, dat je zegt van we gaan het proberen dat we tijdelijk, een tijdelijke weg. En dat hoeft dan niet echt een hele super, hè, maar dat je zegt van nou, voor de eerstkomende 5 jaar bijvoorbeeld een tijdelijke weg te creëren zoals we die daar ook getekend hebben. En een beetje zoals de rest natuurlijk ook ongeveer die tekeningen heeft. Vanaf Kralo dan richting het achterlangs bij de begraafplaats en dan richting het industrieterrein. Ja. En hebben jullie toevallig ook nog gehad in de groep over de fietsers? Of hebben jullie dat niet benoemd? Nee, we hebben het niet specifiek benoemd. Maar op het moment dat je natuurlijk bij het viaduct die rotonde zou maken, bij het viaduct is er ruimte genoeg om ook een fietspad te maken. Dan zou je dus vanuit Meppel dat missen we nou eigenlijk. Hè, van die kant al een fietspad. Dat je daar ook een fietspad creëert bij die rotonde. En dat je dan ook richting het industrieterrein kan komen. Bij het begin van de Stippelaan staat een bord doodlopende weg. En dat komt ook te staan bij de aansluiting van de Buitenhuizenweg. Oftewel, daar kun je vanaf het noorden en vanaf het zuiden kun je bij de begraafplaats en bij de kerk komen, maar je kunt daar niet doorrijden. En de stippenlijn geeft aan met een grotere bocht dan de vorige sprekers, vorige tekeningen, om hem
goed aan te sluiten op de nieuwe weg die dwars door het nieuwe Hoge Akkers komt. Want als je dat op een andere plek gaat doen, dan gaat het doorgaande verkeer moet zigzaggend. Met 5, 6 bochten moeten ze uiteindelijk door kunnen rijden naar Haaksolt. Ja, dan komen de vrachtwagens in de problemen, denkt u? Nou, het vorige plan is de 5e keer dat wij als Kerkweg uitgenodigd worden voor een dialoogavond. De 5e keer. En zo snel gaat het allemaal. Maar het vorige plan was een plan waarbij de vrachtwagen kon kiezen of rechtuit de Kerkweg over met 1 bocht. Of over de nieuwe ontsluitingsweg om de Kerkweg zogenaamd te sparen met 5 bochten. En de gemiddelde vrachtwagenchauffeur kiest uiteraard voor 1 bocht. Maar volgens mij heeft hij heel duidelijk gemaakt dat met uw oplossing zoals nu getekend, dat niet meer ter zake doet. In 1 keer goed doen. En ook in 1 keer goed aansluiten op Haaksolt. En even nog aanvullend, zeg maar de overgang van nieuw of van oud naar nieuw eigenlijk. Ziet u daar ook dan aansluitingen zoals rotondes of maakt u dat verder niet uit? Of? Oorspronkelijk zou het plan was om de aansluiting van de nieuwe ontsluiting naar Haaksolt een aansluiting te maken waarbij er 4 eiken zouden gekapt moeten worden. Nou, dat maakt mij niet wijs dat daar met 4 eiken een nieuwe aansluiting kan komen, zodat je ook nog een beetje veilig door die muur van bomen Haaksolt kunt bereiken. Dus doe het in 1 keer goed en niet over 5 jaar weer ontdekken dat die aansluiting echt niet gaat werken. En wij hebben dus ook gekozen om te zeggen, daar staat dus inderdaad op de weg naar de Kerkweg toe, et cetera, een fietspad, maar bestemmingsverkeer mag eventueel wel. En zelf heb ik dan te zitten denken aan de weg in Meppel, bijvoorbeeld de Boasweg. Dat is in principe een fietsweg waar auto's toegestaan zijn. Dan heb je dat de auto's geen voorrang meer hebben op de fietsen, maar dat de fietsen zich daarna de auto's aan moeten passen aan de fietsen. En dan neem je dus diezelfde route. En wij wilden dus niet op dat waterbassin uitkomen, maar graag aan het einde, omdat je dan een rechte weg kan hebben. En of je nou zo krom loopt of zo, dat vonden we niet zo relevant. Mooi. En u zegt, de andere groepen hoor ik zeggen van, we maken daar een knip in bij Blijdenstein. Dat het echt alleen maar voor fietsers toegankelijk is. Hebben jullie het daarover gehad? De bestemmingsverkeer moet dan wel kunnen komen met de auto. En dan kun je dus doen door het dus een fietspad met toestemming voor auto's te geven. Niet bang dat de auto's dan alsnog rechtdoor gaan? Kijk maar eens op de Boasweg. Dat lukt echt niet. Er kwam zoveel ideeën boven hier. Dus help ons er doorheen. Nou ja, goed, we zullen het proberen. Uiteindelijk is er wel voor gekozen om, in eerste instantie was er wel verschillende discussies natuurlijk, maar is er voor gekozen om vanaf de betonbrug dan rechtdoor te gaan. Ook toch wel rekening houden met het landbouwgrond die daar ligt en dat we daar ook een beetje zuinig op moeten zijn. En dan die bocht eruit halen, die brede weg, tot aan zeg maar de insteek van Kralo. Daar een fietspad maken, dan een stukje van die ontmoeting omleggen. Dat is natuurlijk een heel mooi terrein, waar we heel plezier beleven van Ruinewold. Daar een fietspad doorleggen en dan daar tegenover die inrit naar Kralo ook een wat verkeersluwe weg. En dan dat bestemmingsverkeer en dergelijke daar ook naartoe moet. En ook die agrariërs die daar zitten, die agrariërs die moeten er ook nog dwars over kunnen, zeg maar. En dan op het industrieterrein aan. En daar een goede kruising in leggen en uiteindelijk het grote verkeer dwingen om via het industrieterrein te gaan. En het andere bestemmingsverkeer dan richting de nieuw te ontwikkelen woningbouwgebied en Kerkweg. En dan ook nog de mogelijkheid om naar de Buitenhuizenweg. En dan echt het verkeersluw maken, zeg maar, net voorbij de Buitenhuizenweg bij Blijdenstein. Dan hebben jullie mooi, zo'n veetje staat daar. Ja. En even dan over Kralo. Hij gaat heel dicht langs Kralo, langs de bebouwing. Denk je niet dat het mensen gaan zeggen van, nou, nu gaan ze op Blijdenstein gaan ze weg en nu leggen ze bij mij voor de deur langs? Nou ja, uiteindelijk is dat best lastig, maar je hoort, er zit best nog wel wat afstand tussen, hè, want die gaat het eerste stukje schuin op de brug aan. Dus je zult er ergens, ik weet niet als die één schuur daar nog blijft staan, maar goed, je zult er ergens achter bij die schuur aan de scheiding van die percelen terechtkomen. En ja, dat is denk ik voor iedereen wel goed. Het wordt natuurlijk steeds lastiger, ook die uitrit bij Kralo. En naar de toekomst toe, als die verkeersloop gemaakt wordt en je zou er een andere weg in leggen, en we kunnen natuurlijk wel rechtuit, ook richting Meppel, maar ja, dat zal een getouwtrek worden van jaren met Meppel, want die zitten niet op te wachten natuurlijk.
die hadden sowieso al moeite mee dat hier wat uitbreiding van de industrie kwam en dat er op Ruinewold zoveel woningbouw plaatsvindt. Want heel veel mensen die toch hier in de buurt werken, die mogen graag op Ruinewold wonen, blijkt wel. Dus dat zal dan verschrikkelijk lang gaan duren. Dus we zullen een andere weg moeten zoeken. Nee. Okay. We hebben een ongeveer hetzelfde plan, maar niet zo strak rechtdoor bij Kralo. Maar we houden de oude bocht een beetje in ere, zodat het oude route blijft. Maar dat je ook niet een snelweg krijgt waar de aftakking van Kralo en de aftakking naar Blijdenstein gewoon moordkruisingen worden. Dus de snelheid moet eruit, vandaar dus die geleidelijke bocht, maar ruime bocht. En dan recht langs de kavels, we gaan dus niet tussen het kavelpatroon aantasten, pal achter de begraafplaats langs. De weg door Blijdenstein wordt een fietsstraat, auto te gast, is ook al een paar keer genoemd. Met een mooie klinkerinrichting en voor de fietsers wat gemak met stroken. Moet dat dan onplezieriger worden voor automobilisten om nog te gebruiken? Als je dan verder naar noorden gaat, dan komen we uit met flauwe bochten. Kan die nog? Ja, daar. Ruime bochten op het industrieterrein Hoge Akkers. En dan zie je dus dat het ook rechtdoor vanaf de rotonde die je daar ziet, die ook de ingang naar de woonwijk moet gaan worden, niet verderop nog een extra kruising, maar gewoon een rotonde. Je haalt de snelheid eruit, zodat het niet een tweede racebaan gaat worden. En we hebben ervoor gekozen om het niet rechtstreeks aan te sluiten op Westerweideweg, omdat je dan daar weer een racebaan krijgt, waar nou al bewoners over klagen. Dus op die manier is dat opgelost. Fietsstraat heb ik genoemd. Helemaal onderaan ben ik nog vergeten een kleine parkeerplek voor de de ontmoeting voor de vissers. Zodat dat niet auto's langs de weg geparkeerd worden of op de fietsstraat. Eens even kijken. En een fietspad aansluiting inderdaad richting de rotonde op de N375. Maar ja, op het gebied van Meppel is het onzeker. We houden alles in eigen hand. Dus wat we op eigen erf kunnen doen, dat gaan we gewoon doen. Dat is het idee van de groep. Haaksvold was dus even lastig, wou ik het nog even noemen. Want sommigen wilden daar graag van ons groepje in één keer doorrijden. Aan de achterkant langs. Maar ja, dan verplaats je deels problemen. Haaksvold wil je ook graag mooi houden. En een boel van het verkeer, dat heeft niet zozeer met Hoge Akkers te maken, dat was de conclusie, maar toch gewoon van het dorp. Dus ja, dat houd je en dat blijft dan door het dorp gaan. En Meppel wil trouwens ook niet over Haaksvold. Dat is in feite kort. Ben ik nog wat vergeten, heren? Bouwvolume. Bouwvolume, ja. Och, hoe kan ik die vergeten? Een beetje aanvullen in stijl. Dus misschien twee woonheden vlak bij de begraafplaats. Om dus Blijdenstein wat volume te geven. Dat was ook nog een idee van de groep. Maar wel van het kerkhof afblijven, dat er ruimte tussen blijft en wat bebossing. Bij Kralo de weg afsluiten, wel voor fietsers toegankelijk houden, maar niet voor auto's. Auto's aan de andere kant erin. En dan een fietspad vanaf Kralo naar de rotonde enzovoort. Nee, omhoog, andere kant ook. Beetje naar beneden. Ja, gewoon fietspad en dan een fietsbrugje erover, net als bij de visvijver. En dan ja, kom je over Meppel. Ja. Nou ja, Meppel, die kun je dus aanwezig zijn, maar dat weten ze het vast. Meppel is niet aanwezig. Wij zijn gemeente De Wol, hè, dus... Nee, maar dan maak je Blijdenstein, maak je gewoon autovrij, doodlopende weg. Heel duidelijk. Even een rotonde. Verder naar de... Naar beneden. Ja, nog iets verder. Een rotonde op uiteinde boven in de rotonde. Ja. En dan desnoods een aansluiting op de bebouwing daar. Ja. Maar gewoon een idee om daar verkeersveilig te maken met die rotonde. Was het bewust dat jullie zeg maar gewoon de lijn hebben getekend? Of maakt het niet zoveel uit als dat maar ongeveer de richting is? Of, als dat maar de richting is. Je moet er even een beetje mooie lijnen geven, maar we hebben gewoon een lijn getekend. Alleen het oude industrieterrein is helemaal niet begaanbaar in die bocht qua breedte voor de hoeveelheid verkeer wat iedereen daar nou langs wil hebben. En het nieuwe industrieterrein wordt als het goed is een stukje breder gemaakt. Dus mijn ingeving en van de rest was ook dat daarover meegedacht wordt. Want die hoek daar in die bocht, ik weet niet, als mensen die zitten die daar regelmatig langskomen, maar dan kun je met twee auto's niet met 40 km per uur door de bocht, want dan raak je elkaar. Want het is gewoon een smalle bocht. Als je daar een rotonde wil hebben, nou dan krijg je één grote chaos. Dat komt niet goed als het hele dorp daar langs moet. Dus hoe het wel moet, durf ik ook niet helemaal te zeggen. Maar dat is ook niet helemaal hoe het moet, denk ik. En dat is misschien een duidelijke mening, maar zo is het wel.
Nou, heel duidelijk. Maar ook die leggen we straks mooi voor aan de deskundigen. Het oude industrieterrein waar iedereen nou daar achter in de bocht het langs wil hebben, die is gewoon veel te smal. Dat is niet naar de bestaande eisen. Als een transportbedrijf daar met de vrachtwagen langskomt, kun je er met de auto, met de kar niet bij langs in de bocht. Dus dat wordt enig grote chaos. Dus of dat moet ook aangepast worden, want anders komt het met het nieuwbouwplan van de nieuwe huizen en alles wat daar langs moet, dat komt niet goed. Weg vanaf de brug richting industrieterrein. Voor het doorgaand verkeer, de auto's, vrachtverkeer en landbouwverkeer. En dan Blijdenstein afsluiten voor fietsverkeer. En ja, die weg, zeiden we ook, die kan blijven zoals die is. Maar het mooie is natuurlijk wat we net ook hoorden, een mooie klinkerweg, omdat we het echt dan in ere herstellen. Maar dus echt afsluiten voor doorgaand verkeer. En dat fietsers daar heel mooi langs kunnen fietsen. Verder zeiden we nog, nou ja, als dan dat vrachtverkeer en zo allemaal over het industrieterrein gaat, dan dat niet over de Kerkweg laten gaan. Dus daar nog een bord voor. Die weg niet dwars door het huis natuurlijk en zo, maar het is een beetje een schets. Ja, en ik zie nog, er staat een paaltje midden in de weg. Het hoeft niet per se een paaltje, maar dat we zeiden van dat niet. Kijk, als je daar niks doet, dan gaan die auto's alsnog gewoon daar langs. Dus dat moet niet. Dus iets wat touw waarschijnlijk heel goed kan verzinnen, dat daar geen auto's kunnen komen. Behalve natuurlijk aanwonenden en dat, maar niet doorgaand. Door de waterberging heen, ja. Rondonde, naar het oude industrieterrein toe, linksaf naar het nieuwe industrieterrein toe, richting Aarschot, rechtsaf naar de Kerkweg en de eventuele nieuwbouw. Ik zie een hele grote rotonde, dat klopt, hè? Dat heb ik goed gezien. Dus ook wat daar zegt, van, er moet wel een beetje ruim mogelijkheid voor alle grote verkeer. Ja. Uitstekend. En dan een fietspad. Ja, fietspad ook. Over Blijdenstein. Maar Blijdenstein. Duidelijk. Dank u wel. We hebben als gemeente dit plan ook even heel globaal bekeken, op verzoek van de gemeenteraad. En gewoon even gekeken, wat kom je nou tegen in zo'n traject naar een nieuwe ontsluitingsweg door het gebied heen. En we hebben daar ook even vooral even gekeken van, wil je dit nu snel oplossen of wil je hier een heel lang traject aangaan? We hebben ook gekeken van, hoe kun je dit nou insteken? Wil je dit, wil je dit snel in bedrijf brengen, hè? Dus de nieuwe weg? Of wil je daar een oplossing zoeken die, waar een van de groepen ook al in op inging, waar je misschien op langere termijn baat bij hebt? Nou, we hebben dat ook even heel ruw bekeken samen met Touw. Nou, hier zien jullie het prentje ook eventjes, waar het paarse gebied is de nieuwe ontwikkeling van het bedrijventerrein. Het gele gebied de woningbouw. De watergang is duidelijk en wij hebben daar ook even ruw ingetekend. Ja, wat zou je nou kunnen doen als je dat op hele grote schaal oppakt? Daar hebben we allerlei variantjes in geschetst, rechtdoor naar beneden, afbuigend naar Kralo. Wel of niet door met een slinger naar de bestaande rotonde of een nieuwe rotonde. Zo hebben wij daar ook de overwegingen in gekeken. En voor ons, gelet op de overwegingen in het gebied en de komst van het bedrijventerrein en de woningbouw en het acute vraagstuk wat speelt op Blijdenstein, hebben wij gezegd van nou, wij gaan ons eerst toespitsen op een oplossing die misschien wat sneller is uit te werken. Nou, dus, volgende dia. En daarvoor hebben wij ook gekeken van dit tracé wat jullie net ook hebben ingeschetst. Van wat speelt daar nu? We hebben daar een bestaande brug. We hebben een kralo liggen. En we hebben een aansluitpunt met de grondpositie. We hebben ook naar gekeken wat is daar inhaalbaar. En dan komen wij, als we nou eens gaan toespitsen op het onderzoeken van dit gebied. Voorlopig is dat natuurlijk
nog even heel abstract.